beetje een hop? Mooi, want dit is het onderwerp van de WAP dat veel stof doet opwaaien. Oproepcontracten. De bedoeling van de nieuwe regeling is dat de oproepkrachten eerder en beter weten waar ze aan toe zijn. En dat een oproep waar iemand op heeft gerekend niet zomaar op het laatste moment kan worden ingetrokken. Een oproepcontract is een arbeidsovereenkomst waar geen vast aantal uren per week, per maand of per jaar is afgesproken. De werkgever moet expliciet in het contract vermelden dat er sprake is van een oproepcontract. Ook is het binnen de WAP straks zo dat iemand met een oproepcontract uiterlijk 4 dagen van tevoren moet worden opgeroepen. Later kan ook, maar dan is er voor de medewerker geen verplichting meer om te komen werken. Bovendien moet hij bij iedere oproep tenminste 3 uur worden uitbetaald. Als een oproep eenmaal is gedaan en binnen de periode van 4 dagen voor aanvang wordt ingetrokken, houdt de medewerker recht op loon. Dat is het loon dat hij zou hebben ontvangen als hij wel zou hebben gewerkt. Dit geldt ook als een oproep kort van tevoren wordt aangepast. In dat geval houdt de medewerker recht op het loon over de oorspronkelijke duur van de oproep en over de eventuele extra uren. Vanaf 2020 is de werkgever verplicht om iedereen die 12 maanden als oproepkracht heeft gewerkt een vast aantal uren aan te bieden. Dit aantal moet gelijk zijn aan het gemiddelde van de voorgaande periode van 12 maanden. Doet de werkgever dit niet, dan loopt hij tot 5 jaar na dato het risico op een loonclaim. De medewerker moet binnen een maand aangeven of hij of zij dit aanbod aanvaardt. Zo niet, dan komt het aanbod te vervallen. Let op, deze regeling gaat op 1 januari 2020 direct in. Medewerkers die op dat moment al 12 maanden of langer als oproepkracht werken, moeten binnen een maand een aanbod krijgen voor een aantal uren. Deze nieuwe wettelijke regeling rond de oproepcontracten betekent dat het belangrijker wordt dan ooit om alles rond de oproepkrachten goed in beeld te brengen en strak te organiseren. Voor welke medewerkers en in welke functies wil ik met oproepkrachten werken? Of hoe zorg ik ervoor dat het oproepen tijdig gebeurt zodat de personele bezetting op orde is? En hoe zorg je voor een sluitende administratie? Laten we dus vragen. We gaan kijken naar de oproepcontracten die we hebben. En dan gaan we kijken wat er gemiddeld genomen gewerkt is. Dan gaan we uiteraard kijken naar de kwaliteit van de medewerker. Als het een goede medewerker is en het werkaanbod blijft zoals het er nu naar uitziet hetzelfde. Dan gaan we die mensen een contract aanbieden voor die gemiddeld aantal uur dat ze gewerkt hebben. Het kan ook zo zijn dat we niet helemaal zeker weten of het werkaanbod hetzelfde blijft. Dan kan het zomaar zijn dat we tegen die oproepkracht moeten zeggen van ja, we gaan jou geen contract aanbieden en we gaan een nieuwe oproepkracht eventueel inhuren. Dat zou kunnen. Dat zou een onbedoeld effect kunnen zijn van deze wetgeving. Wij gaan ervan uit dat de oproepkracht sterker staat. Het is nu zo dat hij op hele korte termijn wordt opgeroepen. Dan is het ook, denk ik, op het thuisfront moeilijker om dingen te plannen. Als een oproepkracht een rooster krijgt 4 dagen vooruit, dan is het uiteindelijk ook voor zijn privé situatie heel voordelig. Oh, dat zou ik fijn vinden, want dan weet ik, ik ben gepland voor vier dagen. En dan weet ik dat ik werk heb voor 4 dagen. En niet dat ik van tevoren, wat ik eerder gedaan heb, 5 dagen plannen. Maar dan weet ik niet of ik 4 dagen of maar 3 dagen kan werken. Dus dit biedt wel wat zekerheid. Zowel een min-max contract als een oproepcontract valt straks allemaal onder dezelfde regels. En dat houdt in dat je na 12 maanden een contract moet aanbieden. En de omvang daarvan, dus hoeveel uren, wordt bepaald door hoeveel uren er in de voorliggende 12 maanden zijn gewerkt. Goed, een super informatieve video, al zeg ik het zelf. Bedankt voor het kijken naar deze video. Voor meer informatie ga je naar randstad.nl/wap of volg Randstad op social media.